nu, vanwege het 60-jarig bestaan van Twente. Een jubileum, de begrijpelijke emotie bij Ricky van Wolfswinkel. En hoe hard het ook... Hilgers. Van Roy. Dus wacht op een eerste echt grote kans. Nou, die is hier en dan is het raak. Loopt in de rug van Van Eijma. Van Eijma doet wel of hij kijkt, maar die kijkt helemaal niet. En dan legt Van het speelsgemak een doelpunt maakt. Hilgers. Van Wolfswinkel. Daartoe in staat zijn, kwalitatief. Stijn tegen Van Roy en Hilgers, familie Castillo. Bij de tweede paal moet je hem neerleggen. En net, dit kan ook bij de eerste. Gevonden. En dan let je ook op de spits die heel gretig die voorzet aanvalt. Treffer die uit de lucht komt vallen van Margaret, maar het is wel een mooie. Oh, wat die echte spits zich daar de bal toespringt. Nu kan RKC uitbreken. Hij solliciteert flap naar geel. RKC uitbreken, een verijdeld flap, potentieel grote gevaar. Trein naar Enschede. Dat werd logischerwijs de beste optie voor Oosting. En die gelijkmaker van Margaret. Je ziet ook dat ze bij Twente eventjes weer moeten herstellen, het ritme weer moeten vinden. Lastige combinatie, zeker tegen een elftal dat zich behoorlijk terugtrekt, zoals RKC.
Bolswinkel. Kort voor rust in Waalwijk. Hilgers opent naar Van Bergen. Speelde voor FC Twente. Oedestal die gaat de fout in Van de Water. Het is 2-1. Zo goed met zijn handen. Maar het voetenwerk van Oedestal, daar schort het nog wel eens aan. En dat de basis begint met de goal. Weer. Zo vaak gered heeft Lars op de stoel. En RKC promoveerde in hetzelfde jaar na de Eredivisie 2018-2019. Twente soeverein kampioen. Eiting. Hilgers, het is de paal. Klinkt goed, de speler die de rebound binnenloopt. Pakte allebei hun eerste punten in speelronde 9. Miguel Castillo. We helpen je altijd weer op weg. En namelijk opvallende zaak. Hilgers. Stijn. En dan wordt hij van dichtbij binnen geknikt. De omgedraaide rollen. Dat Eiting de corner neemt. En Stijn binnen. Goede corner van Stijn. En Eiting die binnenkomt. 2-2. Door Eiting. En zijn er nog 4. Voelt het aan voor RKC als weer een verlies. Omdat de gelijkmaker van Eiting uiteindelijk weggepoetst.